Dames en heren, geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg. Ik open de raadsvergadering van dinsdag 8 mei. De vergadering is geopend. Van harte welkom iedereen, raadsleden, mensen op de publieke tribune en de vertegenwoordigers van de media. Bij de mededeling, een mededeling van afwezigheid van de heer Kloekhorst van de fractie van Opoes.nu. En u treft een aantal lege zetels aan, onder andere de heer Bakhuis, mevrouw Klok en de heer Jonkhans. Zij zijn thans bezig als commissie geloofsbrievenonderzoek, geloofsbrieven, om de geloofsbrief te onderzoeken van de heer Boshoven, die als het goed is, als we de commissie straks terug hebben hier in de raad, zijn oordeelgevende. Als dat positief is, dan kunnen wij de heer Boshoven benoemen tot lid van de raad van de gemeente Hardenberg. En dat is ook de reden waarom u nog een lege zetel ziet bij de fractie van GroenLinks. Nou, dat voor wat betreft alle mededelingen, zal ik maar zeggen. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar agenda punt 3. Vaststelling van de agenda van deze raadsvergadering van 8 mei. Kan die uw goedkeuring wegdragen? Dat is niet helemaal zo. De heer Odink. Ja, voorzitter, wij hebben het verzoek om agenda punt 7, zeg maar, het bespreekstuk verhuizing kanonvereniging, om te vragen of die van de agenda gehaald kan worden en geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 22 mei. En ik weet niet of u nog de behoefte heeft om een aantal argumenten daaraan te horen. Ja, dat zou ik wel prettig vinden. Ja. Het huidige voorstel, voorzitter, roept nog te veel vragen op. Het zijn enkele fracties, hebben wij geïdentificeerd, die nog overleg willen hebben met de kanonvereniging. Er is nog onduidelijkheid over het vervolg van de uitkomsten, over het ecologische onderzoek, de uitkomsten, erfpacht. En we vinden een gesprek, zoals we die in de memo hebben kunnen lezen, tussen de gemeente, de kanonvereniging en de WSV, de watersportvereniging, zeg maar niet representatief of niet voldoende representatief in relatie met de sterke wens voor een multifunctioneel gebouw. En in de tussenliggende periode willen wij als raad op basis van het collegevoorstel tot een evenwichtige afweging komen en vervolgens deze vertalen in een motie, dan wel een amendement, dat we samen willen bespreken met de raad. En het lijkt ons ook beter om het vervolg van dit collegevoorstel bij het nieuwe college neer te leggen. Omdat die ook verantwoordelijk zullen zijn voor het vervolg van de uitvoering. En met het uitstel van 2 weken hebben wij wel nadrukkelijk rekening gehouden met het belang van het CPO-initiatief. En dat met elkaar zouden wij voor ons de reden, zeg maar, om dit onderwerp van de agenda nu te halen. Akkoord, argumentatie gehoord. Ik kijk even rond in de richting van de andere raadsleden of dat kan rekenen op een meerderheid. PvdA, Opkoers, maar nu D66, VVD, CDA zie ik ook ja knikken. Nou, dat lijkt me dan helder en duidelijk. Dank voor de toelichting ook. En dat betekent dat agenda punt 7 het enige bespreekstuk van deze avond, van deze agenda, wordt gehaald. Akkoord, al dus besloten. Anders nog over de agenda. Dat is niet het geval. De agenda daarmee vastgesteld. En ik heb zojuist geconstateerd dat leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven weer zijn aangeschoven. Ook van harte welkom in deze raadsvergadering. En dat komt goed van pas, want we zijn aangekomen bij agenda punt 4. Benoeming van de heer Boshoven tot raadslid van deze raad. En hij neemt plaats in van Anne van der Hoek van de fractie van GroenLinks, waar we aan het eind van de vergadering nog bij stil zullen staan. En zij is aanwezig, laat zij merken vanaf de tribune. Ik ga allereerst naar de commissie onderzoek geloofsbrieven. Zoals gezegd, de heer Jonkhans, de heer Bakhuis en mevrouw Klok hebben onderzoek gedaan naar de geloofsbrieven. En we hebben aangegeven onder het voorzitterschap, in dit geval van de heer Jonkhans. Dus ik ga naar de heer Jonkhans voor de resultaten van het onderzoek. Ja, dank u wel, voorzitter. De op 8 mei 2018 aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de heer R. Boshoven te onderzoeken is uitgevoerd.
Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaat die op 19 april 2018 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd is. We hebben de onderzochten bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert daarom om de heer R. Boshoven toe te laten als lid van de raad van de gemeente Hardenberg. Akkoord. En daarmee staat bijna niets meer in de weg om de heer Boshoven te benoemen tot lid van de raad. Dank voor het onderzoek. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, constateer ik. Dan zou ik de heer Boshoff willen vragen om naar voren te komen voor het afleggen van de belofte. Ik heb begrepen dat u de belofte wilt afleggen. Dat doen we te midden van de leden van de raad. En ik ga de verklaring en de belofte voorlezen. En dan vraag ik u om te antwoorden met de woorden. Dat verklaren en beloof ik. Volgens mij hoef ik u niks meer te vertellen. Dames en heren, ik stel voor de vergadering even kort schorsen, zodat u in de gelegenheid bent om de heer Romano Boshoven te feliciteren. De vergadering is geschorst. Geachte leden van de raad, ik heropen de vergadering. Raadsvergadering van dinsdag 8 mei. De heer Boshoven heeft plaatsgenomen in de zetel van GroenLinks. In het midden gepositioneerd in deze raad. En we zullen zien hoe dat gaat. Veel succes en nogmaals gewenst, Romano. Agendapunt 5. Spreekrecht bij de agendapunten. Is er behoefte om gebruik te maken van het spreekrecht? Niemand heeft zich gemeld, ook nu niet. Dan kunnen wij snel door naar agenda punt 6. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 april 2018. U heeft de besluitenlijst kunnen zien. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu niet. En dat betekent dat die vastgesteld kan worden. En dat brengt ons alweer bij agenda punt 7. Een hernummering. En dat gaat over de hamerstukken. Een stemverklaring is mogelijk. En agenda punt 7 gaat over het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Grootoever 5 in Balkbrug. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Alle raadsleden hier aanwezig stemmen in met dit voorstel. En daarmee is het een definitief besluit geworden van uw gemeenteraad. Agenda punt 9. Een lijst met ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 8 mei. Akkoord met de wijze van afdoening. Akkoord. Agenda punt 10 alweer. Nee, agenda punt 9 moet ik zeggen. Dat moet toch wel consequent zijn. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. Niet het geval. Dan zijn wij toe aan agenda punt 11. En als er iemand nieuw installeert, dan betekent ook dat er iemand is vertrokken. En dat is al gebeurd bij de vorige raadsvergadering. Maar we hebben afgesproken om daar vanavond nog even vanuit de raad bij stil te staan. En na afloop ook nog even op een nette manier afscheid te nemen van elkaar. Middels een drankje en een hapje. Ik zou Anne van den Hoek willen vragen om naar voren te komen. En het lijkt me wel mooi, Anne. Van harte welkom nogmaals. Om voor Romano te gaan zitten in het midden van de kring. Dat bepalen we op een later moment nog.
Ja, nu doet hij het. Ja, beste Anne, van harte welkom hier nogmaals in onze gemeenteraad. Nu vanuit een andere positie, je bent iets naar voren geschoven. Dichter in het midden van de cirkel, in het epicentrum zou je kunnen zeggen. Maar je gaat er straks uitgeslingerd worden, om het zo maar te zeggen. Maar dat doen we wel op een nette manier, vanzelfsprekend. Je hebt je afscheid op geheel eigen wijze aangekondigd en ook op geheel eigen wijze ingevuld. Maar niet helemaal, want ik had als voorzitter van de raad en ook namens de andere raadsleden toch wel de behoefte om dat ook bij een formeel moment nog te doen om jou toe te spreken. En ik zou het kunnen doen ook op de manier zoals jij het ook gewend bent geweest, gewoon uit het hoofd helemaal. Maar ik heb toch maar een paar dingen nog even opgeschreven om het ook vooral zorgvuldig te doen. Daarbij wil ik niks zeggen over jouw bijdrage in de afgelopen periode in deze raad. Dat die niet zorgvuldig zouden zijn geweest, want ik zie je alweer kritisch kijken. Maar het is wel goed om toch nog eens even stil te staan bij jouw afscheid uit deze raad. Romano is zojuist geïnstalleerd en gaat jouw taak overnemen. Jij bent vanaf 2015 raadslid geweest, 18 augustus 2015. Eigenlijk is dat wel een beetje gebruikelijk bij GroenLinks om zo halverwege of aan het begin van een nieuwe periode nieuwe spelers op het veld te brengen. Ik weet niet of dat is bedoeld om anderen in verwarring te brengen. Maar misschien waren een aantal mensen wel in verwarring gebracht op het moment dat jij Kees Slingerland opvolgt. Ik ben op zoek naar Kees, want ik zag hem binnenkomen met een mooie... Oh nee, dat ga ik niet zeggen met wat je bij je hebt, Kees. Dat is niet netjes. Dat komt zo. Maar in ieder geval, op 18 augustus 2015 ben je geïnstalleerd als raadslid en daarmee ook fractievoorzitter geworden van GroenLinks. Overgenomen in de raad van Kees Slingerland, die 15 jaar maar liefst lid was van deze gemeenteraad. Dat heb je net niet gered, die 15 jaar. Maar je hebt de periode wel volgemaakt en een start gemaakt met een nieuwe periode. Je was al actief binnen GroenLinks, daarvoor heel actief zelfs. En ik sluit ook niet uit dat je ook vast nog aangehaakt blijft bij die partij. Anne, ja, je bent geboren, niet hier in Hardenberg, maar op een heel andere mooie plaats op de wereld die op dit moment volop in de belangstelling staat, Zuid-Korea. Daar gebeuren hele bijzondere ontwikkelingen op dit moment en dat is heel mooi om te zien. En we hopen natuurlijk dat het daar goed gaat. Samen met je broertje en je zusje in 79 geadopteerd en je bent opgegroeid in Amsterdam-West. Om nog eens een ander uiterste te noemen. En via Amsterdam en Groningen ben je met je gezin naar Hardenberg verhuisd. En ben je hier volgens mij wel aardig geworteld geraakt in de afgelopen periode. Voordat je raadslid werd, heb je heel veel dingen ook al gedaan. Dat doe je nog steeds, maar dat deed je ook al voordat je raadslid bent geworden. Ik kan van alles noemen. Je hebt er wel mooie verhalen over verteld in het verleden. Directiesecretaresse, administratief medewerkster, bedrijfsleidster geweest op een heel mooi recreatiepark ergens in Zuidoost-Drenthe. Maar ook hele bijzondere dingen volgens mij altijd gebeuren. Je hebt al heel veel meegemaakt en je bent ook zelfstandiger. Anne's Keuken heb je ook opgezet. Jouw kookkunsten heb je nooit tentoongespreid hier voor deze raadsleden. Maar goed, dat verwijt heb ik ook als van jou volgens mij gekregen, dat ik dat ook eens moest doen. De afgelopen jaren als vrijwilliger ingezet. Veel projecten gedaan, kunst, cultuur, educatie, gezondheidsprojecten voor kinderen. En samen met Carla nu heb je het burgerinitiatief in beeld opgezet. Prachtig initiatief, waar we denk ik heel erg blij mee zijn dat het in de samenleving, in de Hardenbergse samenleving, zich ontwikkelt en verder ontplooit. Je was ook lid vanuit de raad van de werkgroep Inclusieve Samenleving. En ook dankzij jou, hè, je hebt daar ook een mooie bijdrage geleverd, dat we als gemeente in maart van dit jaar zijn uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. En dat is een prestatie die kunnen we niet vaak genoeg noemen. Ja, en dan je deelname aan deze raad hier in Hardenberg. Je bent een bezige bij, je hebt niet stilgezeten.
We hebben zo nog eens even nagezocht wat je hebt gedaan in deze afgelopen periode. Nou, 9 schriftelijke vragen, dat is nog redelijk allemaal behapbaar en netjes. Daarnaast heb je met andere partijen zo'n 16 moties en 6 amendementen ingediend. En niet zonder resultaat, want daarvan zijn maar liefst 15 moties ook aangenomen en 3 amendementen. Om er eens één te noemen, de kindergemeenteraad is van jou hand gekomen. Was je zeer bevlogen en initiatiefrijk in. Ja, de motie over wrekking, ja, sorry, die heeft het niet gehaald. Maar er is wel een discussie op gang gekomen, ook in de politieke arena van Hardenberg. Het heeft er zelfs toe geleid ook dat we hier in deze zaal samen met de Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Hardenberg een hele mooie informatiesessie hebben gehad met verantwoordelijke partijen. Discriminatie was ook zo'n thema waar je hard voor hebt gemaakt in die afgelopen periode, waarin veel gebeurd is, waar ook andere initiatieven weer uit zijn voortgekomen. Maar afgezien van deze kwantitatieve opsomming van dingen die je hebt gedaan, moeten we ook nog even stilstaan bij een meer kwalitatieve benadering van met name de stijl en jouw bijdrage hier in de Raad van Hardenberg. In het begin toch nog wel wat onzeker en ook nogal behoorlijk gespannen. Maar daar was er later weinig meer van te merken. Alhoewel je wel eens hebt gezegd dat je het tot elke keer wel weer spannend vond om ook hier op deze plek te staan en je woordvoering te doen. Maar dat deed je op een hele mooie, naturelle, maar ook hele bevlogen manier. Vol zelfvertrouwen, zonder iPad of papier stond je bijdrage te leveren. En ik herinner me nog de laatste bijdrage hier, waarin je zelfs ook nog wel probeerde een les mee te geven aan leden van de gemeenteraad. Dat vond ik wel bijzonder, want ja, 4 jaar raadslid geweest en toch nog wat meegeven. Maar het is altijd mooi om wat mee te geven. Je hebt besloten om te stoppen als raadslid voor GroenLinks. We hebben het kunnen lezen in de media en je hebt het aangegeven ook hier in de raad. Andere werkzaamheden vragen te veel tijd. Is niet meer te combineren met raadswerk. En ook wil je meer tijd vrijmaken voor de kinderen die ook bij jou in huis zijn. Wij willen jou, Anne, ontzettend bedanken voor de afgelopen periode als raadslid. Jouw enorme inzet die je hebt gedaan voor de gemeente Hardenberg. Te passen en te onpassen belde je met deze en gene. Je hebt ook wel eens met mij gebeld dat er wat aan de hand was en dat er opgetreden moest worden. Nou, dat hebben we natuurlijk ook direct altijd gedaan. Bijna altijd. Maar het gaf wel iets aan van jouw enorme inzet en betrokkenheid voor de gemeenschap van de hele gemeente. Niet alleen van de plaats Hardenberg, maar van alle kernen die in de gemeente Hardenberg liggen. Ik wil jou namens de hele raad en namens het college ook ontzettend veel succes toewensen bij je werkzaamheden en bij alles wat je nog gaat ondernemen. Want volgens mij blijf jij ondernemen. Dat zit heel erg diep in je. We gaan ook ongetwijfeld nog heel veel van je horen, want ook dat weet je heel goed te organiseren, hoe dat spel gespeeld moet worden. Dank voor je inzet, dank voor je deelname aan deze raad. We willen jou bedanken en dat doen we zoals gebruikelijk met een mooie doos met inhoud, met lokale producten. En daar hoort ook nog hele mooie bosbloemen bij in dit geval ook. Anne, dank je wel voor je inzet. Het gaat je goed en we blijven elkaar tegenkomen. Dank. Ja, het is toch goed gebruik om het laatste woord te geven. En dat wil ze dan ook toch nog even doen. Maar we hebben afgesproken geen 5 minuten, maar 1 minuut. Kijken of je daaraan houdt. Het laatste woord is aan Anne. Dank u, voorzitter. Dat is de laatste keer dat ik dat ga zeggen. Daar zitten was nog erger dan hier staan. Dat wou ik even zeggen. Dank jullie wel. Mooi afscheid. Ik ben vorige keer wat vergeten te doen en eigenlijk wilde ik niks zeggen, maar ik ben het gewoon vergeten. En dat is 3 mensen bedanken die maken dat wij niet alleen een goed raadslid zijn of een goede raad, maar een excellente raad zijn. Dat zijn onze griffen en die steunen. Zonder hun had ik mijn werk nooit kunnen doen zoals ik het heb gedaan. Zij weten alles. Steunen toeverlaten. Dat was mijn laatste woord voor de ondersteuning. Ja,
Je... Zei dat zelfs geen meer. Ja. We gaan niet herhalen wat de griffier net zei, maar duidelijk is wel dat mevrouw Van den Hoek haar eigen agenda bepaalt en ook blijft bepalen. Agenda punt 10 sluit ik daarmee overigens wel af. Genoeg woorden over gezegd. Mooi. We kunnen zo meteen afscheid nemen van Anne in de ruimte hiernaast, wou ik zeggen. En dat doen we zoals gezegd met drankje en hapje. Ik kom bij het laatste agendapunt. Agendapunt 11, sluiting van deze vergadering van dinsdag 8 mei 2018. Dank voor uw inbreng en deelname. De vergadering is gesloten.